18 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Jan Visscher, lijsttrekker van de SGP en kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in Groot-Salland, legt uit waar zijn partij voor staat. Dicht bij inwoners en bedrijven staan, richten op kerntaken en voorzichtig financieel beleid. De SGP heeft bij de behandeling van de meerjarenbegroting een succes behaald door een motie in te dienen om de personeelslasten met 5% terug te dringen. Daarvoor had ze de steun nodig van de ChristenUnie en de VVD om een motie in te dienen. Die is ingediend, maar helaas heeft die geen meerderheid behaald. Toch was het een signaal wat duidelijk was en de Dijkgraaf heeft gezegd, dit moet wel ergens toe leiden. De actie Sober en Slim is ingezet en daardoor een forse reorganisatie doorgevoerd, waardoor de personeelslasten wel met minimaal 5% zijn teruggedrongen. De SGP is anders dan de andere partijen doordat ze tegen grote overheidsorganisaties is. In bestuurlijk opzicht heeft dat namelijk geen meerwaarde. De afstand tot de burger wordt veel groter en ook financieel levert het geen enkel voordeel op. En daarom blijven we ook in de komende periode ons tegen fusies verzetten. Wanneer u op 18 maart op ons stemt, dan willen wij ook in de nieuwe periode een constructieve bijdrage aan het bestuur leveren. Dat zal bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in het streven naar lage tarieven voor u als burger, een eerlijke kostenverdeling tussen burger en bedrijfsleven en ook de afstand tussen u en het waterschap mag in de fusie met Reest en Wieden niet groter worden dan die nu is.